even vertrouwen. Ja, tuurlijk! Yep. Na meer dan 10 jaar verkering is het eindelijk gebeurd. We zijn verloofd. Mocht je ons nog niet kennen, hallo. Dit ben ik en dit is Nina. Normaal gesproken zie je op mijn YouTube-kanaal iets anders soort video's. Married in Las Vegas. Dit is wat absurd. Wat? Vandaag even niet. Vandaag ga ik jullie gewoon een verhaaltje vertellen. Namelijk het verhaal van ons. Waarom? Omdat ik er trots op ben. En het is gewoon een handig keertje. Alles in een overzichtje. Gewoon even, dus handig. Oké, laten we beginnen bij het begin. 11 jaar geleden, op een school helemaal hier, zaten 2 geile pubertjes. We waren beide 15 en nou ja, deden gewoon dingen die 15-jarigen deden in die tijd. Je weet wel, de hele dag op hives, een beetje tongen op schoolfeesten. Steeds offline en online gaan op MSN om aandacht te krijgen. En op een dag, daar op dat schooltje in Delfzijl, ontstond een roddel. Een roddel dat ene Kelvin en Nina bezig met elkaar waren. Ik had nog nooit met die Nina gepraat, joh. Ik wist amper hoe ze heette. En andersom ook. Die Nina bleek best leuk te zijn. Knap, spontaan, ze was operazangeres. Gezellig, altijd kletsen. Nogal een karaktertje aan de buitenkant. Aan de binnenkant zo zacht als een f***ing kuiken. En ik was vooral bezig met koeienmelken bij mijn pa. Beetje voetballen, niet te veel over gevoelens praten. Kwam nooit echt in de problemen. Ik was een prima joch, denk ik. Op een avond tijdens een feestje in een keet. Als je niet weet wat een keet is, heb je nog nooit geleefd. Raakten we voor het eerst aan de praat. En dat gesprek ging ongeveer zo. Hey Nina, wat leuk dat je er bent. Hey Kelvin, wat ben je knap en getalenteerd en gespierd. Wil je alsjeblieft met me trouwen? Oké, dat is misschien niet helemaal hoe het ging. Maar na een tijdje kletsen zei ik dit. Hey, als ik die roddels mag geloven, zijn wij blijkbaar met elkaar bezig. Ja, inderdaad. Maar we kennen elkaar eigenlijk helemaal niet echt of zo. Ah ja, hè. Er is maar één manier om die roddel geen roddel meer te laten zijn. Legendarische move, al zeg ik het zelf. 10 minuten later stonden we buiten te tongen. De weken daarna bleven een beetje MSN'en, een beetje chillen. En op 27 oktober 2011 vroeg ik haar verkering. Zij zei ja, super nice. Meteen MSN-naam veranderen natuurlijk. En hoppatee, we waren officieel. We gingen met school op excursie naar Rome. Fucking ruzie gekregen. Kijk, je ziet hoe chagrijnig ik hier ben. Beetje elkaar ontmaagden. Ja, daar heb ik dan weer geen foto's van. Ben je klaar voor de eerste keer? Oh, Kelvin toch. Pas op, hè. We waren 15, oké? Okay? Altijd 40 kilometer heen en weer fietsen door weer en wind om elkaar te zien. Samen naar schoolgala. Kijk dit. Ja, is toch prachtig dit. En toen samenwonen met mijn mattie Peter in Amsterdam. Terwijl Nina in Groningen bleef. Want er is nog verder geen YouTuber die uit Amsterdam komt. En ik heb wel. Jullie YouTube! Jullie! Ik ging YouTuber worden, Nina ging studeren. 200 kilometer bij elkaar vandaan. We waren beide 17. Voor de meeste stelletjes betekent dat maar één ding. Inderdaad. Maar, ja, voor ons ook. Ja, het ging uit. Oeps. Na een paar weken kwam ik met hangende pootjes terug. Classic. Gelukkig was het nog niet te laat en dan gingen we weer in de loveboat onderweg naar de toekomst. Van 2013 tot en met 2017 ging alles vlekkeloos. Wat denk je zelf? Nee, tuurlijk niet. Als ik een beetje terugscroll op Instagram zie ik vooral hoogtepunten. Vakantietje hier, vakantietje daar, Eiffeltorentje hier, schattige selfie. Maar besef even de situatie, oké? Okay? Ik was in Amsterdam ongeveer 80 uur per week filmpjes aan het maken en nogal populair aan het doen op YouTube. En Nina zat volle bak te studeren in de ziekste studentenstad van Nederland, Groningen. Ging ze ook nog een half jaar naar Aruba stage lopen. En dat allemaal terwijl we letterlijk volwassen aan het worden waren. Laat me je één ding vertellen. Het was echt niet allemaal roze geur en maneschijn. En als er iemand zegt dat een relatie zonder problemen bestaat, dan zijn het leugenaars. Maar goed. Het is inmiddels 2017. Nina had alles in Groningen. Familie, vrienden, vriendinnen, een huis, alles. En in één klap liet ze dat allemaal achter door met mij te gaan wonen. In Amsterdam. Tot op de dag van vandaag het liefste wat iemand ooit voor mij gedaan heeft. Alles aan de kant zetten omdat die knakker waar je van houdt zo nodig zijn droom wil waarmaken. 200 kilometer verderop. Als Nina dat niet gedaan had, dan waren we gewoon, waren we gewoon niet meer bij elkaar geweest. We waren beide 21 en de jaren daarna ging de tornado lekker door. We namen een kat en nog een kat. En ons huishouden was niet het enige wat groeide. Ons leven was leuk. Nina Waring. Heel leuk. No.
Thailand, Ibiza, Oostenrijk, Portugal, Jamaica, Parijs, Londen, Bali, Marbella, Mauritius, Palm Springs, New York. En zeker op die laatste paar reisjes hoopte Nina stiekem maar op één ding. Nou ja, stiekem. Nina is mijn vrouw, mijn vriendin, mijn aanstaande verloofde, maar de moeder van mijn kinderen. Wat ik dat allemaal maar? Nina heeft al sinds 2019 er een soort sport van gemaakt om mij hints te geven. Yep, haar grote droom. Trouwen. Wanneer ga je Nina haar hand vragen? Dat vraagt mijn vader. Dat vind ik wel een bijzondere vraag. Even kijken. En aangezien zij ooit mijn droom heeft waargemaakt, ga ik dat nu bij haar doen. En ik wil het zelf ook, hè. Ik wil het zelf ook. Denk ik. Nina en ik gingen naar Italië op vakantie. En daar ging ik het doen. Het huwelijksaanzoek. En jullie kennen me. Ik had me natuurlijk vet goed voorbereid. Trouwendefinitie. Het huwelijk of maagd regelt de samenlevingsvormen en van belang is als legaal relaties en familieverbanden. Wat? Ik kom er niet echt uit. Dus ik ga mijn advocaat bellen. Guido, je spreekt met Kelvin. Hey, goedemiddag. Dan zou je toch tussen huwelijksvoorwaarden moeten kiezen. En dan kun je alles bijna afspreken met elkaar wat je wil. Super romantisch. Ik weet het. De volgende stap. Een ring. Verlovingsring. Ik vind veel geld. Ik ben onderweg om een ringetje te halen. Ik heb even wat ringen van Nina gejat. Hopelijk zijn dit goede maten. Ik weet het echt niet. Ja, zit het. Rip aan mijn lijf, maar hey, ik denk wel dat we het goed gedaan hebben. Zal hem jullie even laten zien? Hier, kijk even. Jongens. Ringetjes in ieder geval binnen. Ja, nu kunnen we niet meer terug. Grandioos. Ik ben onderweg naar Groningen. Want ik ga daar even afspreken met Nina haar ouders. Omdat ik heb vernomen dat het wel een soort van gangbaar is. Dat je even de ouders op de hoogte stelt van dat je dit gaat doen. Dus ik heb een mooi flesje wijn meegenomen. Italiaanse wijn, omdat we natuurlijk naar Italië gaan. Ja, ik heb hier zo over nagedacht. Ik heb het niet per se spannend. Ik heb er eigenlijk wel gewoon zin in. They approved. Yeah, baby. En daar gingen we hoor, op vakantie. Ik stop die ring in mijn sok. Gaat Nina een beetje van bovenaf schreeuwen. Wat? Ze heeft niks door. Prachtig. Toen we aankwamen was op een of andere manier mijn vest gesmolten of zo. Geen idee. Maar in de zak van dit vest zat letterlijk de sok met de ring erin. En Nina heeft het vest nu vast. Lol. Anyway, Italië was prachtig. Ik dacht dat ik niet echt nerveus was, maar ik heb dus vannacht in mijn bed gepist. Dat is heel erg. Dus op een of andere manier heeft mijn lichaam wel zoiets van... Dit is niet helemaal, snap je? Of zo. Ik weet het, goed. Aan het zwembad moest ik nog last minute even wat dingen opzoeken. Zoals op welke knie ga je? Of om welke vinger moet de ring? Zo grappig, want Nina ligt gewoon de hele tijd hier en ze heeft geen idee. Het was bijna tijd. Nog even snel oefenen in de badkamer. Onderweg naar het restaurant was ik vet blij, want kijk even hoe prachtig het is. Holy mackerel. Aangekomen bij het restaurant had ik een barvrouw gevraagd om een foto van ons te maken. Maar ik had haar ingefluisterd dat ze een filmpje moest maken. En nou ja, toen gebeurde dit. Dat is ook een vraag. Nee. Zeker. Nee. Ja. Nee, je telt ook helemaal. Ik telt vaak. Wat dan? Oh mijn god, Kel, doe normaal. Ja. Ja, tuurlijk. Oké, goed. Oh mijn god. Sorry, was een yes? Like sorry, was oké. Ik had het niet beter gekund.